Kom op, dit is echt het verkeerde moment om te dehydraten. Waterskin. Oh, hij heeft een uitweg. Lekker. Kom maar. Is hij bijna... Oh! LOB Redness! Ja, dat is precies mijn emotie. We back! Ik hoor een wyvern. Zat hij op mijn dak? Dat is sowieso een speler. Dat is sowieso een speler. Ja, dat is een speler. Wie is het, though? Oké. Goed, nou, we beginnen meteen heel spannend. Ik weet niet of ik daar mijn baas kwijt ben of niet. Ik weet wel dat ik denk... Man, biefstukje en maag binnen. Eeuw. En, jullie zien het goed, ik ben even lekker vlees aan het stekken. Of aan het splitten eigenlijk. De stek aan het splitten, dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Oh, zodat ik veel spoormeat krijg. Want het is tijd, zodat we verdere stappen maken, jongens. Sowieso moeten we een smithy hebben. Als refining forge, mortar en pestle. Dat zijn allemaal dingen die, ja, waar we op moeten focussen. Dus ik denk dat ik nu even stone en wood ga verzamelen. En voor de mortar en pestle heb ik, als het goed is, hetzelfde nodig, zowat. Even kijken, in ieder geval stone. Nou ja, top. Nee, die kunnen we trouwens al maken, zie ik nu. Want we hebben mucho grande veelheid. Maar ik wil eigenlijk een tafel, maar die kosten dan weer metal. Zie je, die kosten metal. Dus we gaan gewoon voor de mortar en pestle. Bro, wat is mijn height? Daar is toe. Oké, dat is dan in ieder geval één probleem uit de weg. Ik weet niet wat die draak deed. Ik weet niet wie dat was. Even kijken. Ik ben nu al 6 keer doodgaan in 10 minuten tijd. Eerst, ik ben nog nieuw in het spel. Ja, maar dan is dit... Ja. Mensen zitten te zeiken op ARK. Ik weet ook niet hoe goed deze map is, eerlijk gezegd. Ze hebben het uitgebracht als een officiële map, maar het is origineel gewoon een mod. Ik denk dat er sowieso heel veel kleine dingen zijn die... Laat ik het zo zeggen, wanneer er geld voor zou vragen, dat dat echt niet oké zou zijn. Denk ik. Ik weet het nog niet zeker. Goed, gunnu. Ga weg, u. Danks u. Ik ga wel gewoon hier neer gaan zetten. Lekker. Ja, en in principe is het nu simpel. Nu kunnen we dus gewoon weer extra narcotics maken. 5 erbij. Tijd om steen te verzamelen. Wacht, kan ik dit struikje nog weghalen hier? Of zit hij nou voor eeuwig in mijn bodem? Tijd voor stone, man. Yes. It's time for stone, man. Ah! Yes. Nee, doe ik het verkeerd. Kom op, kom op. Hatchet. Stone, man. Pak alles stone, man. Ja, hoe meer forges, hoe beter, eerlijk. Dus ik ga dadelijk ook even op zoek naar metal. Ik hoop dat ik hier wat van die gladde stenen kan vinden, zeg maar. Stone heb ik nu sowieso genoeg. Dit gaat echt veel te lekker. Dus, forge, it's time. Ik heb natuurlijk niet de wood en de hide bij me. Bakka. Bakka. Stone, man. Stone. Ga jij even daarin chillen? Ja. Oké. Dan is het nu tijd dat we even hout gaan fixen. Ik vraag me af toen mijn buurman is. Ik ben al lang niet meer bij hem geweest. Ja, misschien komen er nog wel mensen tegen in de wereld. Maar sommigen die kunnen we gewoon meteen doden. Dat is eng. De hele wereld is eng. Ik moet nog even gorilla blijven, jongens. Gorilla modus. Kijk, die wyvern, dat had sowieso al een bad guy kunnen zijn. Zou zomaar kunnen. Maar ik heb een kettingzaag. Dus ik ben voor niemand bang. Cool, stone man. Yes, I've got that stone man. En de hide man. Oké, top. Refining forge, kan ik er 2 maken? Nice. Dat vind ik zat. 2 vind ik meer dan genoeg. Dus dat doen we nu maar even voor. Hello. Kijk eens aan. Goed, dat wordt het kastengedeelte. Ja, dit kunnen wij zo wel even plaatsen. Dat is wel nice. Goed, nu heb ik dat dus ook al compleet. Daar moeten we dan alvast wel wood in doen voor the fuel. En dan heb ik blijkbaar nog genoeg wood om in die andere te gooien. Tijd voor metal, broeders. Nu wordt het even... Nou, niet zozeer lastig wil ik zeggen, maar... Nu wordt het even avonturieren. Ik ga even al deze dingen weer droppen, want die heb ik nu niet nodig. Alright. Bezoeken metal. Dat kan al zo simpel zijn als dat het gewoon hier ligt. Dat kan. Oh, hallo. Ik snap dat drinken nog steeds. Dit? Eerlijk, dit... Wacht. Is dit een hakbare steen? Absoluut niet. Oké, het zou dus al zomaar kunnen dat hier van die gladde keien liggen. Maar die liggen hier dan dus jammer genoeg net niet. Ga ik erop uit? Of neem ik de draak? Ik kan er best altijd de draak meenemen, laten we eerlijk zijn. Bespaart mijn stamina. En het is zo gezellig. Oh mijn god, Gerard. Oh nee, Beb is dit. We zijn op zoek naar gladde keien. Vaak te vinden aan het water. En hier heb je weer allemaal van die aparte stenen. Oh, lekker joh. We gaan er weer lekker op uit. Zouden dat ze zijn? Nee. Nou, hier zitten sarco's. Dat is misschien wel een lekkere kandidaat op de thema. Oh, waar ga ik die gladde stenen vinden, joh? Weet je wel, laten we het maar even proberen. Dit soort stenen, zeg maar de locatie van deze stenen lijkt heel erg op die van... Dus de stenen die altijd metal erin hebben. Ik wil trouwens ook nog even zeggen, broeders, ben je nieuw op mijn kanaal? Drijf je telefoon om en druk op dat rode abonneerknopje als hij grijs is. Pound it. Kom op. Oké, thanks. Ik kreeg geen metal hieruit. En sommige maten zijn wel uitverkocht op rudy-shop.nl. Je weet wel van die luide intro. Dus als jij interesse hebt in nog een shirtje... En nog een handtekening van mij erbij. PostNL, don't mess up, man. Check dan even snel rudy-shop.nl. Thanks. Oké, voor de mega broeders. Dit zijn niet de keien. Dit zijn niet de juiste keien. Oh, wat naar. Ik moet ook niet vergeten waar ik woon. Want dat is wel iets wat je snel kwijtraakt hier in dit gebied. Ah, ik vind het denk ik wel. Want het is ook heel groot, hè. Deze map is niet klein. En die stenen, man. Misschien spawnen ze wel niet in deze biome. Alleen ik heb dus geen zin om op de trage manier... Wacht eens even. Misschien liggen hier wel gewoon metal nodes hierboven. Dit is een moeilijke plek om te komen, zeg maar. Dus misschien is dat... Zo van, oh ja, dan pompen we daar metal neer. Leuk. Nou, ja! Big brain! Big brain play. Big brain play. Oh. Is dit kristal? Hier kan ik niks mee. Metal! Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Oh yeah! Yeah! Oh, dit is wel nice. We hebben 100 metal, joh. Komt u maar. Tik maar door, hoor. Oh, mijn weight is vol. Dacht het niet, pap. Waarom zeg ik pap? Mijn weight zit niet vol. Nu wel. Ja, nu wel. Kom maar. Dit zijn volgens mij allemaal narcoberries. Oh nee, zijn rare flowers. Dit zijn narcoberries. Oh nee, zijn... Boeien! Jullie zijn narcoberries. Kom op, niet zo doen. Even metal erin, flint. Yeah! Yeah! Metal voor days. Super nice. Kom maar, boom. Boom, boom, boom. Waarom kan ik niks met jullie? Moet ik jullie... Waarom kan ik niks met jullie? Dat vind ik zo krom. Oké, boom. Yeah. Sowieso. Beastmaster. Bep. Bep de beast. Bep kan niks meer dragen. Dat vind ik jammer. Bep, we gaan back. Oké, maar dat weten we nu dus. Dat is super nice. Hey, wacht, zit ik goed? Volgens mij is mijn base gewoon hier, of niet? Nee, nee, daar zit ik wel naast de pot te pissen. Dat moeten we niet doen. Altijd gewoon in de pot. Niet naast de pot. Het is nog verder die kant op, volgens mij. Ik dacht, dit plasje water, this is it. Hier zou ik een Bro, is dit nou wel of... Nee, hè? Huh? Wie is dit dan? Very cool, 9 man. Ja, ik ben officieel mijn base kwijt. Goh, wie had dat verwacht? Wat was het nou? Wat is dat? Oh, en het helpt ook niet mee dat alles zo moeilijk langzaam is. Kom op. Zover ben ik niet gevlogen. Ik moet even de map checken. Is het niet... Kan ik hoor dit in te kunnen zoomen. Nee, niet doen. Nou, dus dan stemmen we er weer maar op. Ik denk dat het misschien daar naar het zuiden is of zo. Wauw, hoe kan ik dat zo snel kwijt zijn? Oké, we gaan er maar even vanuit dat het naar het zuiden is. Is dit het? Zeg me please dat dit het is. Oh mijn god, ik ben een genie. Easy. Hoppa. Kijk, kijk. Makkelijk was dat. Ik was helemaal niet verdwaald. Waarom denken jullie dat? Doe normaal. Buiken. Ik verdwaal niet. Chat, ga weg. Chat, ik wil niks met je te maken hebben, chat. Mijn metal! Metal! Kom hier. Ik hoor weer een draak. Ik ben al bang. Bom. Boom. Bom. Boom. Bom. Sick. Metal wordt gefixt. Narcotics, hell yeah. Dude, waar is het allemaal aan? Oh, hier, 4. Had ik niet veel meer metal nog? Nee, absoluut niet. Oké, ik hoor een draaklo. Nee! Het is Frederik weer. Sluit je op, snel. Bonk. Ah, metal, ga erin. Ga in de kast, alles. Alle zeldzame spullen. Ga berg op. In de kast die niet kapot kan. Wie zit er bij mijn basis? Niemand praat. Wie is het? Hoe is dit? Kan ik een raampje maken? Ik wil een raampje. Ik wil een raampje toe. Ik kan geen raampje maken. Fijn. Ik word gestalkt. Nu al. Ik wil wel een bord maken. Dat kan ik wel. Nee, ik heb geen hout. Kak. Ik moet naar buiten. Ik moet naar buiten. Jamie heeft me dit wapen gegeven voor een reden, broeders. Ah! Ah! Dood door mijn eigen spikes. Staat hij er? Oh. Ma. God. Hey, dat vind ik oprecht handig. Thanks. Dat heeft hij gewoon geditcht. Maakt niet uit. Ik vind het handig. Ik voel me een beetje een schooier of een zwerver. Maakt niet uit. Maakt niet uit, broeder. Dit is handig. Dit is handig. Hoppa. This is how you gather all... Och, moet je eens kijken. Journeyman hat. Kadem. Hoppa, dat is handig. Hi, tell je. Yeah. Kom maar, ja, boom. Thanks. Thanks, willekeurige vreemdeling. Thanks. Hout. Nu het nog even kan. Hout, 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 hout. Nice. Ik wil uiteindelijk eigenlijk toch nog op die plek wonen, daar in het midden. Ik vond dat echt een toffe plek. Als ik sterk genoeg ben, ga ik ze wegpesten. Of vragen of ze mee willen leven. Leven. Dus ja. Misschien willen ze wel mijn rechterhand zijn. Hé, dan geef ik die gewoon rank 9. Want ik ben 10. En dan worden ze mijn rechterhand. Yeah. Ze is een maffiafamilie. Beuken, beuken. Oké, top. Nu we dat dan allemaal gehad hebben. Geef me even wat Faber. We gaan even heel billboard. Gewoon billboard, boom. En, hoe heet zo'n bak preserving bin? Wat nou, niet genoeg. Stone? Pff, bakken. Ik heb alle stone die je wil. Een pressure plate. Heel handig. Hadden ze eerder in de ARK moeten doen. Oké. Dit ding. Zullen we even daar neerzetten? Oh, ik heb nog wel metal nodig voor een smithy. Het is smithy tijd, broeders. Eindelijk. Smithy. 5 metal ingots. Oké, dat heb ik al. Hello. Yes, thanks. Smithy. Oh, dat is nice. Is dat zo nice als je weer een smithy hebt? Het scheelt dat ik al metal tools heb van Jamie. Maar het is zo nice om een smithy te hebben. Waterskin is ook wel heel handig. Bola. I have ebola. Boom. Dat vind ik ook allemaal handig. Alles wat handig is, eigenlijk nodig. Cool. Smithy. Gaan we meteen even plaatsen. Nee, doen we gewoon niet. Boep. Moet ik dingen lokken of zijn ze locked? Dat vraag ik me wel even af. Er staat niet echt iets bij van locked. Dat is een goede. Eerst kon je smithies altijd op slot doen. Je kan alles trouwens lokken. Hoppa. Niemand komt hier binnen. Welkom in Broeder City. Yeah. Hell yeah. Dit is wel echt een hele treurige city. Misschien moet ik heel snel gewoon immigreren naar die andere plek. Die ik ook op het oog had. Movement speed moet echt 100% omhoog. Oké. Maar ik... De burgemeester van Rudy City. Kom op. De burgemeester. Gaat lekker. Het wordt tijd dat we iets gaan tamen, broeders. Het wordt hoog tijd dat we een keer iets gaan tamen. Misschien wel een trikey of zo. Zullen we dat eens proberen? Nou, dat is wel een leuke gedachte. Ik dacht dat ik trank arrows had. Wat mis ik hier? Hallo! Ik had... Oh ja, kijk. Ik heb gewoon trank arrows, joh. Oké, trank arrows gooien we daarop. Ja, die mentals hoef ik allemaal niet mee te nemen. Nice. Nice. Zo, en dan kunnen we even erop uit. Een trike. Ja, een trike zal wel echt ideaal zijn nu. In ieder geval iets waarmee ik heel snel besjes kan verzamelen. Narcotics zijn nu de main focus. Misschien moet ik wel even mijn helm opdoen terwijl ik buiten ben. Als het goed is kan ik hide hat doen of niet. Kijk, zo. Top. Oké, ik heb nog steeds het idee dat ik super langzaam ben. Ik vind het echt heel verschrikkelijk. We hebben ondertussen wel een metal vrijgespeeld. Dan moet ik het alleen nog hebben. Oké, tijd om erop uit te gaan, man. We kunnen even kijken of deze Gerard... Waarom noem ik alles Gerard? Ah, hij is ondertussen offline. Maar hij zoekt een tribe, of niet? Misschien ook gewoon met hem moeten mingelen toen. Ah, kan altijd nog. Oké, even nu de coördinaten. Oké, ja, dat onthoud ik. Is hij offline, deze man? Oh, dit is gereed. Ja. Dat is dus iets wat ik absoluut niet wil. Zo'n ding. Deze dingen zijn verschrikkelijk. Hoe lastig is het om een trike te vinden hier? Ik wil ook niet te ver lopen met de trike. Ik denk dat hij hier best wel veel spande namelijk. Dat was ik niet. Ik zweer, dat was ik niet. Ik was het wel. Het spijt me. En Sarko. Kom op. Even een dingendino. Een dingendino. Moet gewoon een dingendino hebben. Oh, hello. This looks like a job for me. Had ik nu maar een spyglass, by the way. Ik moet kristal vinden. Eigenlijk moet ik kristal vinden voordat mijn Wyvern doodgaat. Want ja, ik ga ervan uit dat hij doodgaat, oké? This guy. Hallo. Dat is niet handig. Ga weg, alsjeblieft. Thanks. Jij bent een heel mooi level. En ik schoon hem ongeluk al neer. Oeps. Oké, ik ben nog steeds niet snel. Daarmee bedoel ik, dit wordt me dood waarschijnlijk. Kan ik hem tussen twee bomen inzetten? Net zoals vroeger. Oh, I charged! Halleluja! That hurts my feelings, man. Hier zijn mooie bomen. Pop hem hier tussen ergens. Oh, dehydrated, really, nu. Had ik hem hier... Kom op, bomen, kom op. Kom op, bomen. Juist, dit willen we hebben. Alleen moet ik niet in zijn hoofd schieten, want dan krijgt hij weer zijn minder torpen. Kom, dit is echt het verkeerde moment om te dehydraten. Waterskin. Oh, hij heeft een uitweg. Lekker. Kom maar. Is hij bijna... Oh, nee. Ik dacht dat hij ging slapen. Ik dacht dat hij al ging slapen, maar hij deed gewoon een poepje. Kom op, ik wil nog niet knock-out gaan. Waar is hij? Nice, dat is een hit. Kom op. Ja, loop maar richting het water anders. Dat vind ik prima. Kom op, gast. Oh nee, een Sarko. Dit is niet nice. Dit is niet nice. Oké, ik neem even een detour richting het water. Oeh, komt hij nog naar mij aan? Oké, ik heb wel water op. Kom maar. Wobbies toe. Wobbies toe. Huh. Huh. Dit vind ik heel jammer. Huh. Nee! Nee, daar heb ik al mijn pijl in gezonken. Sowieso, die Sarko die moet dood. Deze Sarko moet 100% dood. Ik wil het doen met de Coater Destroyer. Daar is hij eigenlijk niet voor gemaakt. Maar we moeten. Oké, hij begint al een beetje te bloeden. Dat is mooi. Ik ga hem steken. Kom op, steek hem, Hij heeft niks door. Oké, nou heeft hij door. Coater Destroyer, ik kies jou. Kadem. De trike ontsnapt alleen. Komt u maar even al je hide inleveren. Dankeschön. Oh, laker. Oh. Damn, die heeft echt veel te veel hide. Hier gaat het me eigenlijk om. Sarko skin, geen zin. Kom hier. Flesje bier. Kom hier. Mooi, jij zit perfect vast. Oké. Hoe ver ben jij? Want je blijft maar vluchten. Ik hoop dat ik genoeg pijlen heb. 3, 4, 5. Kom op, als ik jou in... Juist, broeders. Juist. Alright, ik ga nu even deze makker tamen. Jullie weten hoe het gaat. En dan zien jullie het mooi. Wanneer die back is in de base. Oh, lekker. 1,2%. Wat chill. We komen er wel. We kunnen wel vast deze maken. Trike saddle. Ja. Kijk, hier. Boom. ARK Pro. ARK Pro week. Boom. Ik ben benieuwd wanneer er leven komt in mijn levendige dorpje. Mijn nederige settlement waar ik nu alleen woon met mijn baard. Boom. Got hem. Oh, dat kan ik er helemaal niet opzetten. Oké, we wachten totdat deze eigendom is van Broeders City. Gelukkig super dicht bij mijn basis. Alhoewel, kan ik deze niet gewoon oppakken met de Wyvern? Dat kan toch gewoon trouwens? Loep, loep. Absoluut niet. Wacht. Trike moet ik toch op kunnen pakken met een Wyvern? Of kan... I don't know. Nou ja, in ieder geval, we hebben de trike back in the base. Een mooi zadeltje erop, hij is gewoon ready to go. Helemaal bruikbaar. En kijk eens aan, hij doet zijn werk natuurlijk al lekker. Ik krijg alleen niet heel veel. Kom op man, ik wil narcoberries. Ik kan alleen maar narcoberries. Er zijn plekken trouwens op de map waar alleen maar narcoberries liggen. Ik weet gewoon alleen niet meer wat dat was. Ik dacht een blauw veld, maar dat bleken net dus rare flowers. Of dat bleken rare flowers. Goed, maar dit is in ieder geval beter dan niks. Dit gaat wel lekker zo door. Nice, en we hebben hoeveel narcoberries al? 54, I'll take it man. Goeie investering. En deze rakker gaan we hier mooi neerzetten. De grasmaaier. Oh nee, grasmaaier, waarom volg je beb? Nee. Ik verpest het. De grasmaaier gaan we mooi neerzetten. Naast het Broeders City bord. Alles is zo langzaam. Je moet zo wennen aan dat vanilla. Het is echt een lekkerlust af en toe. Kom op. Yes. En dit is het resultaat nu, broeders. Moet je eens kijken. We hebben de Beb. Helemaal incognito in de bosjes. En we hebben deze. Grasmaaier. Yes. Welkom in Broeders City. De city die misschien nog een keer gaat verhuizen. Misschien moeten we gewoon op het water beginnen. Misschien moeten we eerst beginnen met een groep creëren. En vanuit daar kunnen we verder. Ik denk dat het lachen is om uiteindelijk gewoon met allemaal refs er naartoe te gaan. Dus dit is het begin. Dat is het mooie aan ons, mijn ambitieuze plan om koning te worden. Je begint als een klein groepje en je bouwt steeds meer uit. En ik ben er alleen nog niet uit of ik nou een maffiameester wil worden of een koning. Allebei wel sick. Nou, hallo, ik ben dictator des. Grapje, laten we dat niet doen. Alhoewel, het is een game. Boeien. Ik kijk nog wel, maar we moeten in ieder geval eerst beginnen met recruiten. Dus broeders, kom hier in de buurt wonen als je bij mij wilt chillen. En voor me wilt werken. En dit plan wilt uitbouwen tot iets moois. Dus ben je serieus, kun je bouwen, kun je lekker verzamelen. Kun je gewoon vriendelijk zijn en normaal doen, maar als het nodig is ook even een keer schieten. Kom hier naartoe. Mijn coördinaten zijn 06, 12, 34. Oh, wacht. Dit. Ik zie jullie daar. GoedieStreepshop.nl